Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er ligt vrij veel bewolking boven Nederland, de dikste wolken in het zuidoosten van ons land. En hier en daar klaart het ook eventjes op. Wolken vanaf de Noordzee drijven vaker binnen en dat betekent dat de zon het moeilijk heeft, maar soms wel een klein gaatje weet te vinden. In de ochtend vooral in Limburg soms een spatje regen, in de middag misschien ook elders, maar op de meeste plaatsen valt het met de neerslag heel erg mee. De wind is noordelijk, matig tot vrij krachtig en het wordt 16 graden in het noordwesten van het land tot nog 20 in het zuidoosten. Vanavond verandert er niet veel. Wolkenvelden trekken regelmatig het land in. Spatje regen kan, maar op de meeste plaatsen is het droog en de temperatuur gaat weer omlaag. Morgen een vergelijkbare start van de dag met opklaringen, maar vaak ook wolkenvelden en soms een spatje. Opklaringen winnen in de loop van de dag terrein. Dan zien we de zon vaker schijnen. Het wordt met nog steeds een matige noordelijke wind 16 tot 20 graden. Donderdag draait de wind naar het zuidwesten. Dan loopt de temperatuur ook meteen verder op. Met 18 tot 21 graden in het binnenland. Later op de dag wel weer een storing met wat regen. Vrijdag, zaterdag vergelijkbaar weer met soms een lichte bui. Maar vaak ook de zon en temperaturen van 20 graden of meer. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.